Wat ons betreft kun je niet vroeg genoeg met beroepsoriëntatie beginnen. Omdat kinderen in de basisschoolleeftijd openstaan voor het verwerven van kennis en kennis maken met de beroepen. Techniek is belangrijk binnen de beroepsoriëntatie, omdat we in onze huidige samenleving natuurlijk ook voor heel veel technisch personeel nodig zullen hebben in de toekomst. Daarom willen we de kinderen nu al met techniek en de beroepen die daarbij horen kennis laten maken. Allereerst vindt een gastles plaats van een make-tech bedrijf. Een medewerker komt dan uitleg geven over de verschillende werkzaamheden op het bedrijf. De kinderen bezoeken dan het bedrijf en ze kunnen dan in de praktijk zien welke werkzaamheden er worden verricht en welke beroepen er worden uitgevoerd. En ook hebben ze dan een idee van de materialen en gereedschappen die er gebruikt worden. Daarna komt Spark the Club in de klas een echte opdracht uitleggen die gekoppeld is aan het bedrijf waar de kinderen een gastles van hebben gehad en een bezoek aan hebben gebracht. Ze kunnen heel verschillend zijn, van het ontwerpen van een vrachtwagen tot karretjes voor de Efteling. Ze vormen samen een bedrijfje. Je kunt dan denken dat de een ontwerper is en de andere is de elektricien. En weer iemand anders zal zich over de hydraulische techniek ontfermen. Kinderen zijn altijd heel enthousiast als ze aan dit soort projecten mogen deelnemen. Iedereen kan zijn eigen rol aannemen en dat is iets wat kinderen in boeken niet kunnen leren. Als de teams klaar zijn met ontwerp en de producten zijn besteld, dan gaan ze naar het Spark the Club en daar werken ze een opdracht verder uit. De kinderen die bereiden daarna met hun teams, met hun eigen bedrijfje, een presentatie voor om hun product te promoten. En degene die het mooiste ontwerp heeft gemaakt met de beste technieken en de mooiste presentatie, die krijgt een leuk prijsje. Dus ook daar worden kinderen heel enthousiast van. Het is een heel groot project, maar juist doordat we de samenwerking opzoeken bij dit soort projecten, kunnen we samen iets heel moois vormgeven. En daardoor kost het de scholen relatief weinig tijd en kunnen we toch iets heel moois neerzetten.